Welkom bij de Nieuwe Wereld verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Vandaag is bij mij te gast Rodante van der Waal. Zij is verloskundige en filosoof en ze is ook een proefschrift aan het schrijven over reproductieve rechtvaardigheid. Bij de Universiteit van Humanistiek. Welkom Rodante. Dankjewel. Fijn dat je gekomen bent. Ik was je al een tijdje op het spoor. En in het bijzonder heb ik je uitgenodigd vanwege twee artikelen die vlak na elkaar in het NRC verschenen. Vorig jaar herfst al. Toen wilde ik je gelijk hier aan tafel, maar toen moest je naar New York, begreep ik. Om daar aan je proefschrift te werken. Dus fijn dat je alsnog bent gekomen. En die artikelen die gingen over twee, wat mij betreft, verwaarloosde onderwerpen, of die te weinig in de krant zijn. Het een heette twijfelen aan de pil is helemaal niet verkeerd. En het andere heette niet alleen abortus, ook de bevalling is een zaak voor feministen. Ja. Het ging kortom over een feministische blik op abortus en bevalling en zwangerschap. Ik wil graag zo dadelijk aan je vragen om je iets verder te introduceren, om iets meer te vertellen over je onderzoek. Maar allereerst wil ik je graag een vraag stellen. We hebben een grondwet in Nederland en we hebben artikel 11. En daarin staat: iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. De lichamelijke zelfbeschikking, kortom. Naar jouw idee deze lichamelijke zelfbeschikking ook een feit als het over vruchtbare, zwangere en bevallende vrouwen gaat? Zeker, of tenminste dat zou het natuurlijk moeten zijn. Wel is het zo dat op het moment dat we het hebben over vruchtbare mensen of mensen die zwanger zijn, dat er een beetje in ons soort morele bewustzijn wat gemorreld wordt aan dat recht. Dus dat je snel ziet dat er mits en maren worden geplaatst bij dit fundamentele mensenrecht eigenlijk. En dat zien we niet alleen ten tijde van zwangerschap, hè, bijvoorbeeld met anti-abortus demonstranten of tijdens de bevalling, dat er toch een soort van het veiligste moet gebeuren voor de foetus in plaats van voor degene die bevalt. Maar we zien het ook steeds meer op het gebied van vruchtbaarheid. En nu in de discussie over de pil, dat het eigenlijk onverantwoordelijk zou zijn om niet de pil te slikken, omdat het risico op zwangerschap verhoogt. En dan hebben we het eigenlijk over mensen die nog niet eens zwanger zijn. Dus die nog niet eens die mogelijkheid van een ander leven in zich dragen. Maar dat er toch eigenlijk de sociale gemeenschap al bepaalt hoe zij het beste met hun lichaam om moeten gaan. Dus dan is die lichamelijke zelfbeschikking in het geding omdat er eigenlijk een sociale code is die vrouwen een bepaalde kant op dringt. Ja, een soort sociale druk. Ja, terwijl het natuurlijk eigenlijk een best wel veel gevraagd is om bijvoorbeeld 20 jaar lang de pil te slikken. Of dat is prima, maar dat zou iedereens goed recht moeten zijn om dat ook niet te willen doen. Want je geeft een genuanceerd antwoord. Ik had verwacht dat je eigenlijk nee zou zeggen. Ja. Het is niet in orde, want daar gaan die artikelen over. Ah, zo. Ja. Nee, het is in die zin niet in orde genoeg. Ja, ik zeg ja in die zin dat het zeker voor iedereen zou moeten gelden. Dus we moeten natuurlijk ook staan voor zelfbeschikking als het gaat om mensen met de capaciteit voor zwangerschap. Maar nee, inderdaad, dat is niet voldoende beschermd. Ja, zeker. Nou, komen we er straks op terug. Ja. Maar dan, want je bent verloskundige en filosoof. En dat zijn eigenlijk twee zware beroepen. Tenminste, dat vermoed ik. Bij filosoof kan ik het zeggen, want je schrijft een proefschrift en je geeft ook college volgens mij aan de Universiteit van Humanistiek. Maar wat was eerst, de verloskundige of de filosoof? Eerst de filosofie, ja. Ja, nee, ik ben filosofie gaan studeren na de middelbare school. En toen had ik heel erg het soort verlangen om iets meer iets in de wereld te doen of zo. Het is natuurlijk filosofie is een prachtige studie, maar ik denk heel veel naar over de wereld. En ik had ook een soort
feministisch verlangen en dan ook om iets meer, iets directs te doen. Dus toen kwam ik uit op verloskunde uiteindelijk. Dus toen ben ik het gaan combineren. Je deed twee studies tegelijk. Ja. Maar ben je ook praktiserend als verloskundige? Ja, zeker. In Amsterdam. Ja. En nu weer, ik was een tijdje gestopt om mijn proefschrift af te maken. Mm-hmm. Maar nu heb ik het net ingeleverd, dus nu ben ik weer begonnen. Kijk, je proefschrift is al het is vorige bij week de commissie ingeleverd. Oh, ja. Wat goed. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. Nou, goed moment denk ik om erover te praten, want dan mm-hmm. is het af. Mm-hmm. Zeker. Ja. Als de commissie het ook vindt. Ja. Ja. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Van wat drijft je naar de verloskunde? Waarom boeit mm-hmm. je dat? Het is natuurlijk een heel bijzondere praktijk. Het is mm-hmm. heel bijzonder om bij een bevalling te zijn, om die zwangerschap te mogen begeleiden. Dus dat is een soort intimiteit waar je vaak geen deel uitmaakt in mensen leven. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ik denk dat het een soort feministisch politieke plicht is. Mm-hmm. Om zoiets als de verloskunde, de autonome verloskunde die we in Nederland nog hebben, in leven te houden. In andere landen is die al lang verdwenen. Hè. Onder onze omringende landen zijn er eigenlijk heel weinig autonome verloskundigen die bijvoorbeeld mm-hmm. thuisbevallingen begeleiden of die echt een eigen praktijk hebben in de wijk. En is het overgenomen door het ziekenhuis of werken verloskundigen voor het ziekenhuis. En ik denk dat we ons in Nederland eigenlijk niet helemaal genoeg beseffen hoe een bijzondere traditie dat is. Maar ook hoe belangrijk het is in feministische zin. Om die zorg zo dicht bij vrouwen en mensen met een baarmoeder te houden. Want de thuisbevalling is inderdaad in andere landen eigenlijk niet meer, eigenlijk bestaat niet meer. Mm-hmm. En dat is al heel lang zo. Dat mm-hmm. in Nederland, in de jaren 90 was het nog zo dat 30% van de bevallingen mm-hmm. thuis plaatsvond. Hoe is dat nu? Het is nu zo 12-13%. Dus echt een steeds kleinere club. Gehalveerd, of meer dan gehalveerd. Ja. Maar dat is wel veel meer dan de 0,1% of zo in België en Duitsland bijvoorbeeld. Dus het is nog steeds wel, een aanzienlijk deel van mensen die het doet hier. Vergeleken met andere landen is dat groot. Maar zeker, het wordt steeds minder. Ja. Maar is dat dan niet een somber beeld? Er wordt steeds een procentje van afgesnoept in de mm-hmm. tijd. Dus het is een achterhoede gevecht wat je aan het leveren bent met andere verloskundigen. Om die praktijk te laten bestaan. Ja, zeker. En dat is wel eens moeilijk of zo. Of je hebt een beetje het gevoel alsof je op een soort zinkend schip zit. Wat het toch niet gaat redden. Maar eigenlijk is juist daarin ligt ook de noodzaak tot dat gevecht. En ook het belang van het te blijven doen. Dus dat is waar. Tegelijkertijd kunnen we het niet alleen doen of zo. Het is wel belangrijk om het ook meer tot een maatschappelijk issue te maken. Of meer onderwerp van maatschappelijk debat. Van wat willen we nu mm-hmm. Met de geboortezorg? En vinden we het belangrijk dat mensen de keuzevrijheid hebben om bijvoorbeeld thuis te bevallen? En is het een maatschappelijk debat? Of? Ik denk te weinig. Ja. Ik denk dat ook binnen het feminisme eigenlijk er te weinig aandacht wordt besteed aan soort van die geschiedenis van de autonome verloskunde mm-hmm. en van de autonome vroedvrouw. Maar ook binnen meer linkse zorgen over de zorg. Mm-hmm. Worden we vaak toch niet helemaal meegenomen als belangrijke beroepsgroep die eigenlijk ook nog gewoon heel goedkope zorg op een bepaalde manier in de wijk, mm-hmm. Laagtechnologisch levert. De thuisbevalling is in de regel veel goedkoper toch ook dan hier, ziekenhuis. Ja, eigenlijk wel. Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika, waar het helemaal geen praktijk meer is, dat het extreem duur is, omdat verzekeringen hele hoge kosten afdwingen voor een thuisbevalling. En dat is nu, begreep ik, ook zoiets dergelijks in België aan de hand. Dus dat autonome verloskundigen het bijna niet meer kunnen betalen om erbij te zijn bij een thuisbevalling, omdat de kosten die zij aan de verzekeraar moeten betalen daarvoor te hoog zijn. Dus en dat zijn geen reële kosten? Nee. Dus het is eigenlijk een soort wegpesten van die thuisbevalling. Precies. En dat is eigenlijk bijna overal gebeurd. En in Nederland is het dus wel heel bijzonder dat dat nog kan.
Maar ik denk dat we er te weinig of soms vergeten om er echt voor te staan. Want dat tweede artikel wat ik net noemde in het NRC, dat ging daarover. Dus dat juist de feministen veel meer oog zouden moeten hebben voor die bevallingen. Mm-hmm. Dus voor die praktijken rondom die bevalling. Mm-hmm. Mm-hmm. En is dat dus zo dat feministen daar geen aandacht voor hadden tot dusver? Of... Nou, want als het om vruchtbaarheid en geboorte gaat, dan is er veel aandacht voor abortus. En de strijd voor het recht op abortus. Mm-hmm. Wat nog steeds wankel is. Het staat in het wetboek van strafrecht, abortus. En, maar daar wil ik het straks nog even over hebben, over de abortus. Maar laten, dus ik wil het nu graag even over die verloskunde hebben en de bevallingen. Dus Hoe zit dat? Hebben feministen dat niet geagendeerd en hoe komt dat? Ja, ik denk, dat artikel was samengeschreven met Lotte Houwink ten Katen. En wij dachten dat, het was een soort interventie in het debat dat nu veel gaat over abortus en ook veel over anticonceptie. Maar waarbij de bevalling, wat natuurlijk ook eigenlijk binnen dat spectrum valt, niet zozeer mee wordt genomen als onderwerp van strijd. En toch wel een soort opleving, denk ik, van feministisch engagement met reproductie. Wat fantastisch en heel mooi is in Nederland. Je ziet ook zo steeds meer boeken over moederschap en verschijnen. Maar ik denk dat men gewoon te weinig weet heeft van eigenlijk wat er met verloskunde is gebeurd in andere landen. En van de geschiedenis van die verloskunde. En hoe precair dat ook is in Nederland. En het feminisme en verloskunde heeft een beetje een moeilijke relatie, traditioneel gezien. Ook in de Verenigde Staten heel erg. En dat is ook omdat verloskunde natuurlijk heel lang stond voor thuis bevallen met geen zonder pijnstilling, et cetera. En feministen hebben zich eigenlijk heel erg aan de kant van de technologie en pro-pijnstilling geschaard. En nu is er denk ik nog steeds, of we leven een beetje in die erfenis daarvan. Verloskundigen zijn natuurlijk helemaal niet anti-pijnstilling. Maar er zijn er wel altijd kritisch op geweest. En ik denk dat er in het feminisme of meer in het... zeg maar het feminisme dat de meeste aandacht heeft, dat er een soort van technologisch optimisme is. Van heel erg nadenken over technologie als manier waarop we van onze reproductieve lasten af kunnen komen. En dat is ook oké. Alleen daarom denk ik dat er een soort skepsis is tegenover de vroedvrouw. Alsof het een soort alternatief esoterisch... Iets ouderwets is. Ja. Ja, dus technologie wordt hier... en de medicalisering van de bevalling wordt als een bevrijding gezien... door de meeste feministen. Ja, dat denk ik, ja. Ik herinner me ook een eentje die dat Shulamit... Shulamit Firestone. Was zo'n oude feminist. Precies, uit de jaren 70. Die heel erg voor medicalisering was. Ja, dat vind ik op zich wel fantastisch werk. Want dat is heel, echt heel marxistisch werk ook. Maar zij zegt van... we kunnen eigenlijk alleen, man en vrouw kunnen alleen gelijk worden op het moment dat vrouwen niet meer die last hoeven te dragen van die reproductie. En de enige manier waarop we dat echt kunnen doen is om eigenlijk, om die reproductie in eigen handen te nemen en daar niet meer lichamelijk onder te lijden. Maar dat buiten ons lichaam te doen. Dus in bijvoorbeeld ectogenese, in een industriële zin. En dan kunnen we echt... Met als uiterste de kunstmatige baarmoeder. Precies, de kunstmatige baarmoeder. Ja. 9 maanden room service. Ja. Ja. En dan kunnen we baas zijn daarover eindelijk echt. Ja. Dus echt als een soort... klassiek marxistisch idee. Ja, maar ook een manier van denken waarbij het lichaam een last is en waar we bevrijd moeten worden eigenlijk van die lichamelijkheid. Ja, precies. En de technologie, het utopische perspectief. Ja, en ik denk eigenlijk dat we kunnen ook een soort Firestoniaanse manier vinden van nadenken over zwangerschap en bevalling, waarbij we ook technologie gebruiken, maar eigenlijk om die bevalling en zwangerschap zo goed mogelijk te ondersteunen. De vraag is wat uiteindelijk bevrijdend is, hè? Om het echt helemaal uit het lichaam te halen of om die ervaring serieuzer te nemen en meer te affirmeren en te bekijken wat ons dat vertelt over mens zijn en in de wereld staan.
Nou, wordt de zwangerschap van de oudsher gezien ook als iets wat mensen onvrij, wat vrouwen onvrij maakt. Mm-hmm. Hè? Want het gaat de Bijbel al over, dat we grote pijn onze kinderen zullen baren. Mm-hmm. En, dus het wordt juist gezien als iets wat vrouwen onderdrukt. Mm-hmm. En wat een vrouwenleven zwaar belast. Mm-hmm. Klopt die blik volgens jou? Nou, precies. En dat is natuurlijk de manier waarop Firestone daarnaar heeft gekeken. En ja. Ook de tweede golf feminisme. Ja. Ook Simone de Beauvoir zegt dat. Die zelf geen kinderen had. Nee, precies. Nee. En ik denk dat... Ja, het klopt op zichzelf niet, denk ik. Want het is niet iets wat... Weet je wel, wat in de natuur zit en waarin de natuur onderdrukkend werkt. Het gaat veel meer over de manier waarop we de samenleving inrichten en hebben ingericht. En hoe we bepaalde dingen waarderen. Hoe we bijvoorbeeld zwangerschap als arbeid waarderen tegenover andere vormen van werk. Dus het gaat veel meer over, denk ik, de waarde die we als samenleving hechten aan dat soort processen. Mm-hmm. Dan ja, of het soort van inherent in de natuur onderdrukkend is of niet. En het is natuurlijk wel zo dat het gevaarlijk is voor mensen. Weet je, zwangerschap is natuurlijk niet... Zeker als je geen anticonceptie gebruikt bijvoorbeeld en 10 kinderen baart, is zwangerschap natuurlijk een hele grote last voor het lichaam. Dus het is wel degelijk belangrijk dat we dat in goede banen leiden. Maar dat geldt eigenlijk voor... Ja, heel veel dingen die te maken hebben met gezondheid. Ja, en dat je 10 kinderen kreeg, had dan vaak ook te maken met de kerk. En met meneer pastoor die elke keer van vragen of er weer een nieuwe kind zou komen. Precies, ja. En ook met natuurlijk eigenlijk ook met de verbanning van vroedvrouwen en kennis die al er altijd al is over abortus. Abortus is iets wat we eigenlijk altijd al doen. En dat echt van generatie op generatie doorgegeven. Ja, je bedoelt zeg maar het opwekken van een miskraam. Precies. Want ik heb daar met ze, want het boek heb je meegenomen van Trudy de Huy. Ja. Daar heb ik in november of december met haar over gesproken, over haar boek. Mm-hmm. Daar beweert ze dit ook. Of laat ze zien eigenlijk dat... maar dat is het andere onderwerp waarover het dat die, wat nu abortus heet, inderdaad al eeuwenlang bedreven werd. Ja. Ja. Maar wat is er gebeurd? Kun je daar een kijkje in geven met die praktijk van die verloskundigen? Dus, want je zei net iets van ik weet niet of ik het goed herhaal, maar dat hoe we tegen dat beroep aankijken, eigenlijk veranderd is en in vergetelheid is geraakt. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is het zo dat er zijn overal ter wereld vroedvrouwen. En je ziet eigenlijk dat die uit gemeenschappen voortkomen. Dus die normaliter bedreven die ook echt verloskunde op een manier die heel specifiek was voor de culturele gebruiken en de religie van die gemeenschap. Mm-hmm. Dus behalve dat ze een soort van medische zorg leverden, deden ze ook meer een soort wat filosofische of spirituele zorg of betekenisgeving daaromheen. Mm-hmm. En dan zie je met de opkomst van de obstetrie, eigenlijk pas vanuit de 19e eeuw. Ja, obstetrie is verloskunde. Verloskunde. Ja, voor ons is dat een beetje verwarrend, omdat wij dus eigenlijk die autonome vroedvrouwerij de naam verloskunde hebben gegeven, wat dezelfde naam is die wordt gebruikt in het medische instituut. Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld in het Engels zeg je obstetrics voor verloskunde in het ziekenhuis en midwifery voor die autonome verloskunde. Okay. En het zijn wel echt, we werken natuurlijk veel samen, maar het zijn echt twee verschillende vakken. De obstetrie is meer de medische, gemedicaliseerde kant. Ja. Dus je hebt gynaecologie, obstetrie eigenlijk ook in Nederland. Maar obstetrie is een niet zoveel gebruikt woord. Dus meestal zeggen we wel verloskunde. Maar je ziet dus dat obstetrisch instituut is eigenlijk, hè, zoals de meeste moderne instituten, iets van heel recente datum. Dus dat is pas in de 19e eeuw is dat echt ontwikkeld en heeft dat echt goed aan de grond gekregen. En in de meeste landen is zo gedurende de 20e eeuw de verloskunde echt stelselmatig eruit gewerkt. Dus de vroedvrouw. Ofwel opgenomen in de obstetrie, dus als soort assistenten van de gynaecoloog. Of ze zijn gewoon... Dus waar er eerst meer twee zelfstandige velden waren, verloskunde en gynaecologie, is eigenlijk die verloskunde veel meer een
assistent geworden of een verlengstuk mm-hmm. van die gynaecologie? Nou, eerst was er eigenlijk alleen de verloskunde. Of er was alleen de vroedvrouw. Ja. Omdat het eigenlijk in de geschiedenis van het Medisch Instituut gingen dokters zich pas vrij laat bemoeien met zwangerschap. Omdat zwangerschap was iets dat, ja, dat werd mm-hmm. gewoon, mm-hmm. Ja, dat werd gewoon gedaan door vrouwen zelf of onderling of door mm-hmm. dus vroedvrouwen. Maar op het moment dat ze zich daarmee gingen bemoeien, werd het als het ware ingelijfd binnen de gynaecologie. En vanaf dat moment zie je dat vroedvrouwen dus steeds meer eruit zijn verdwenen. En wanneer was dat ongeveer, deze verandering? Nou, in de meeste landen zo eerste helft 20e eeuw. Maar in Nederland is dat door gynaecoloog Kloosterman is dat eigenlijk heel mooi tegengehouden. Of die heeft zich echt hard gemaakt voor de autonome verloskunde. En ook vroedvrouwen zelf hebben daarvoor gevochten. Dus in Nederland heeft deze ontwikkeling niet plaatsgevonden of minder dan in andere landen. Minder vroeg, later pas. Ja, of eigenlijk, ja. Want je beschrijft later, dat nu maar, nog maar 10% zeg maar, van die bevallingen door verloskundigen. Nou nee, 10% is thuis. Ja, ja. Maar verloskundigen, nog steeds 70% van alle zwangeren in Nederland begint hun zorg bij de autonome vroedvrouw. Ja. Dus eigenlijk is het in Nederland, bestaat de autonome verloskunde nog steeds. Wat dus echt heel erg bijzonder is wereldwijd en zeker in het mondiale noorden. Dus bij ons is deze verschuiving niet zo gebeurd. Alleen omdat natuurlijk overal om ons heen dat wel gebeurt. En ook in de Verenigde Staten, wat heel invloedrijk land is, zoals we weten. Is het ingewikkeld, ook hier, om dan binnen die autonome verloskunde eigenlijk ook onze visie hoog te houden. Dus je ziet dat in andere landen waar vroedvrouwen weer zijn begonnen met werken, dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk, Duitsland, heb je een soort nieuwe beweging van heel alternatieve verloskunde. Maar die zijn dan een stuk alternatiever of meer eigen in hun visie dan wij in Nederland als beroepsgroep zijn. Omdat wij eigenlijk hebben leren samenwerken met het ziekenhuis. Ja, dus er is veel meer een mix hier ontstaan. Terwijl als je dat in het buitenland wil doen, het veel meer een eigen paradigma is. Ja. Maar wat zijn nou de verschillen in ideeën? He, je bent een filosoof. Is er nou, zeg maar, zou je kunnen spreken over verschillende paradigma's van de verloskunde en van de gynaecologie? Ja, dat denk ik wel echt. En dat is natuurlijk niet, dat zijn soort algemene uitspraken. Er zijn natuurlijk altijd mensen die daarin verschillen. Maar het is echt gestoeld op een soort andere manier van denken over het lichaam. En ook over wat zwangerschap bijvoorbeeld is. Dus je ziet binnen het Medisch Instituut, gaat natuurlijk om mensen beter maken. Over het detecteren van pathologie, van dingen die misgaan qua gezondheid en dat oplossen. En zwangerschap voor veel mensen is geen ziekte. Dus dat maakt het ingewikkeld om met die blik naar zwangerschap te kijken. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er veel wordt overgediagnosticeerd. Of we doen heel veel soort preventieve maatregelen waarvan we ons kunnen afvragen of dat echt nodig is voor iedereen. En zou je kunnen zeggen dat die gynaecologie dan die zwangere als zieke ziet? Of heel gechargeerd meer dan de verloskunde. Mm-hmm. Maar ik denk meer dat het, wat je soms bijvoorbeeld mensen hoort zeggen, is dat ze zwangeren zijn ziek of een eerste zwangerschap is gevaarlijk, totdat ze bewezen hebben dat ze het kunnen. En dan een tweede zwangerschap is oké om thuis te doen. Want dan heb je laten zien dat het in jouw geval niet gevaarlijk is. Maar dat is natuurlijk een beetje omgekeerde wereld. En wij in verloskundigen denken daar anders over. Wij kijken natuurlijk ook van wanneer iets fout gaat. Of we doen ook risicoselectie. We kijken van, is hier zich, weet je wel, een soort hoog risico zwangerschap aan het ontwikkelen. Maar we gaan er in principe vanuit dat het oké is. En dat er een soort van vertrouwen is in het natuurlijke proces. En we doen veel meer bijvoorbeeld ook onderzoek naar hoe we dat natuurlijke proces zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dus waar bijvoorbeeld ook weer gechargeerd, maar waar de gynaecologie onderzoek doet naar wat het beste werkt qua bijvoorbeeld hartfilmpje, om wat de beste uitkomsten geeft, doen verloskundigen meer onderzoek naar hoe kan het nou dat we bijvoorbeeld thuis veel minder bloedverlies zien? Van wat is er thuis aan de hand waardoor dat eigenlijk ook medisch gezien uiteindelijk beter werkt? Dus een collega van mij, Anna Simonsbergen, die heeft net een onderzoek gepubliceerd
dat in Nederland zie je eigenlijk een stijging van de hoeveelheid bloedverlies en de hoeveelheid manuele placentaverwijdering. Mm-hmm. Dus op de OK mm-hmm. is dat. Wat ook tot bloedverlies leidt. Precies. Ja. En wat correleert met die stijging is een daling van de hoeveelheid thuisbevallingen. Dus als je daarvoor corrigeert, dan zie je, als je mm-hmm. zeg maar eruit haalt dat mensen thuis zouden bevallen, dan zie je die stijging van bloedverlies niet. En dat ja, is natuurlijk dus dat heel... kun je als een direct kausaal verband ja, stipuleren. Ja, ja, dus dat is natuurlijk heel interessant. Dus in die zin denk ik dat het inderdaad een andere visie is. En de verloskundige filosofie, dat gaat echt heel erg over... soort in het Engels heet dat midwifery, betekent being with women. Dus het gaat heel erg over bij iemand zijn. Of ze mm-hmm. zeggen ook wel, verloskunde is drinking tea intelligently. Of Ank de Jonge, die noemt het watchful attendance. Dus het is een soort van een aanwezigheid, mm-hmm. een rustige aanwezigheid, die waarvan het idee is dat met die aanwezigheid op zich er een gevoel van veiligheid of vertrouwen meekomt. En die eigenlijk verder niet zoveel doet en niet zoveel interveneert, maar nou ja, het natuurlijke ja, dus proces. De relatie tussen de verloskundige en de zwangere of bevallende wordt benadrukt. Ja. Is een onderdeel van... En terwijl ja. Wat is dan in de gynaecologie de rol van de arts ten opzichte van de vrouw? Die moet toch ook watchful mm-hmm. aanwezig zijn? Dus mm-hmm. hoe zie je dat verschil? Mm-hmm. Ik denk dat het in de gynaecologie veel meer gaat om het soort van levensreddend zijn. Dus ook over het redden van het leven van de baby. Er is denk ik een groter gevoel van verantwoordelijkheid dat vaak paternalistisch wordt ten opzichte mm-hmm. van het redden, nou ja, het, of het mm-hmm. levensreddend zijn. Dat er zit al een soort implicatie in dat zonder de dokter het niet lukt. En er is gewoon in de praktijk helemaal geen mogelijkheid om zo'n relatie op te bouwen. Gynaecologen die zijn vaak de supervisor op de afdeling. Dus die kijken overal een beetje mee. En als het echt spannend wordt, dan komen ze. Mm-hmm. Maar een gynaecoloog begeleidt zelden een bevalling van begin tot ja, eind. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat waar je zegt die relatie bij de verloskundige, de relatie tussen de verloskundige en de bevallende is heel belangrijk. Terwijl eigenlijk in de gynaecologische lijn de technologische middelen het werk moeten doen. En de werkzaamheid van die relatie eigenlijk ja. niet gebruikt wordt. Precies, dus wij gaan er eigenlijk vanuit dat die relatie op zich al iets doet. de mother-midwife relationship is eigenlijk echt soort van de kern van de verloskunde. Of van de filosofie van de verloskunde. En dat is in het ziekenhuis natuurlijk niet zo. Want in het ziekenhuis heb je patiënten en patiëntennummers. En probeer je iedereen zo veilig mogelijk te houden. En als er iets aan de hand is, dan kom je om het op te lossen. Maar dat is iets heel anders dan dat je, ook als er nog niks aan de hand is, en dat je eigenlijk bij voorbaat al aan die relatie werkt. En ervan uitgaat dat die relatie zelf eigenlijk de dingen in goede banen leidt. En ik denk dat je dat al aanstipte, maar is er niet ook sprake van een ander mensbeeld hierin? Mm-hmm. Dus waarin de moderne geneeskunde mens toch in de eerste plaats een soort machine is die hapert mm-hmm. en die gerepareerd moet worden, om mm-hmm. het even cru te zeggen. Mm-hmm. Geldt dat voor het mensbeeld in de verloskunde mm-hmm. ook? Of is dat anders? Ik denk dat dat zeker anders is. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het wel zo dat het natuurlijk heel moeilijk is, hè, in deze maatschappij om als grote beroepsgroep zo'n soort een ander mensbeeld hoog te houden. Dus dat zie je eigenlijk iets meer bij die meer alternatieve vroedvrouwen in andere landen waar ik het eerder over had. Maar als je gewoon kijkt naar de filosofie van de verloskunde mm-hmm. of van midwifery, ja, dan is dat zeker het geval. Het gaat veel meer over... wat een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld, is dat in de medische ethiek wordt vaak gesproken over het mm-hmm. maternal-fetal conflict. Dus het conflict tussen moeder en kind. Dus er wordt eigenlijk gedacht van, oké, dat zijn twee verschillende mensen in één mens die in een vrij gevaarlijke situatie zitten samen. Ja, dat kind bedreigt die moeder en die moeder bedreigt dat kind. Precies, en die in conflict zijn met elkaar. Mm-hmm. En eigenlijk zijn die dus helemaal uit elkaar getrokken. Terwijl in de verloskunde gaat het veel meer over die relationaliteit. Een soort van het twee in één zijn van moeder en kind. Wij hebben zo'n heel soort van diep besef over dat het de zwangere is die het beste weet
hoe het met de foetus gaat. Mm-hmm. Dus we nemen, als er zorgen zijn, die zorgen heel serieus. Ja, dat hoeft niet via allerlei echo's en andere apparaten steeds vastgesteld te worden. Dus de kennis van de zwangere is ook relevant hier. Precies, zeker. Ja. Dus we hebben dan denk ik meer relationeel perspectief op wat de mens is. En zien ook een vrouw of een ouder veel meer in het licht van diens context met andere kinderen. In bijvoorbeeld, wij komen altijd thuis. Thuisbevalling is natuurlijk ook daarom heel belangrijk, omdat je die mens dus niet soort van afgebakend in een instituut plaatst, maar eigenlijk begrijpt vanuit diens omgeving. Het is veel relationeler en meer ingebed. Ja, dit uit elkaar trekken van moeder en kind, hè, ook in de buik, dat is ook een onderdeel van Trudy, de huwelijksboek, waar ze laat zien dat dat ook juist door allerlei apparaten die kunnen meten is gebeurd. Hè, dus dat je in de baarmoeder kunt gaan kijken, daar ook de beelden die we hebben gemaakt. Mm-hmm. Nou, misschien is Da Vinci's het beroemde beeld al een zwaar. Waar eigenlijk de foetus los van de moeder wordt geportretteerd. Mm-hmm. Dus dat heeft dat beeld versneld, als ik Trudy nu goed aanhaal, om zo te denken. Mm-hmm. Dus ook om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld om bij abortus te denken dat het afdrijven van de foetus een moord zou zijn, zeg maar, omdat het kind dan als een zelfstandig wezen wordt gezien. Terwijl het dat nog feitelijk helemaal niet is. Nee, ik denk eigenlijk ook dat het misschien eerder andersom is. In die zin dat we zien eigenlijk al sinds de heksenjachten in Europa, dat is bijvoorbeeld ook waar Silvia in de 17e eeuw. In echt aan de vroegmoderne tijd. We hadden dus ongeveer 3 eeuwen heksenjacht in Europa. En eigenlijk het meest voorkomende vonnis waarop vrouwen werden vermoord, was kindermoord. En kindermoord, dat gold zowel voor geboren baby's, maar ook voor miskramen, maar ook voor verdenkingen van abortus. En voor verloskundigen of artsen die daarbij hielpen. Precies, dat ook, ja. Hm. En je ziet dus eigenlijk al heel vroeg, of in die tijd, dat het steeds gaat om een soort van toegang krijgen tot die foetus door het lichaam van de moeder heen. Ah ja, een hele strijd daarover eigenlijk. Ja. Om dat kind aan de kant van de kerk en de macht te krijgen. Ja. En het staat en het kapitalisme. Heel patriarchaal. Ja, precies. En Silvia Federici koppelt dat heel erg aan het begin van kapitalisme en biopolitiek. Omdat het eigenlijk ging over mensen in loonarbeid krijgen en ook het produceren van nieuwe loonarbeiders in tijden van de hongersnood toen en de pest. Dus dat er een soort van nieuwe interesse was in een soort demografische controle. Die dus heel erg. Die nieuwe kinderen die moesten vooral dienstbaar worden aan die nieuwe economie. Ja. En dat is natuurlijk in de moderne tijd. Zijn we heel veel met mensen op zo'n manier omgegaan. Net als in kolonialisme en slavernij. En dus ook met vrouwen als soort reproductieve arbeiders. En het is uit diezelfde moderne tijd dat het obstetrisch instituut of de gynaecologie is ontstaan. En dus ik denk dat scheiden van moeder en kind, of dat trekken van de foetus uit het lichaam van de moeder, is eigenlijk al heel vroeg of een paar eeuwen lang aan de gang. Maar sinds de ontwikkeling van de echoscopie, wordt het ook technologisch daadwerkelijk mogelijk om dat te doen. Dus eigenlijk, een idee wat we al lang hadden, of een soort van onbewuste tendens die er al lang was, die wordt met technologie eigenlijk bekrachtigd of mogelijk gemaakt. Ja, want dan heb je zo'n echo-filmpje en dan denk je van, dan wordt het opeens objectief, dat kind wat eigenlijk onzichtbaar is. Ja, en die zweeft dan ook altijd zo in een soort zwarte ruimte, dus het is ook heel. Maar ik zou je dan niet kunnen zeggen, want het is natuurlijk een heel interessante kijk op die geschiedenis, waar je eigenlijk ziet dat het een machtsgreep is op dat vrouwenlichaam. Hè? Mm-hmm. En zou je dan in tegenstelling tot feministen zoals zo'n uiterste als Shulamit Firestone die we noemen, dat juist
vrouwen, het vrouwenlichaam steeds meer onder controle is komen staan. Dus dat het misschien eerst wel vrijer was voor de moderne tijd. We hebben het idee van, dat zit ook wel een beetje in het boek van Trudy, van een vooruitgangsgeloof, dat het juist dankzij de medische wetenschap voor vrouwen veel beter is geworden. Nee, dat denk ik zeker. Of tenminste, ik geloof zelf niet in zo'n soort vooruitgangsidee. Ik denk dat het gewoon heel erg verschillend is geweest per tijden. Er zijn natuurlijk ook vroegere tijden waarin vrouwen onderdrukt werden. Maar zeker, en dat is ook echt het punt van Silvia Federici's werk, is dat ze echt laat zien dat met de invloed van het kapitalisme, dat vrouwen eigenlijk veel meer in de tang zijn geraakt dan daarvoor. En daarvoor zie je natuurlijk, was ook sprake van onderdrukking en armoede, et cetera. Maar die soort van strikte scheiding tussen twee genders en wat voor werk die moesten doen. En dat was een stuk minder. Dus je had veel meer vrouwen die ook genezeressen waren, vroedvrouwen waren, die binnen de gemeenschap een soort betekenisgevende rol hadden, die ook op het land werkten. Nou ja, dus zij koppelt echt die strikte binaire scheiding. En ook het niet mogen werken van vrouwen, dus het niet in loonarbeid kunnen van vrouwen, aan de ontwikkeling van het kapitalisme. Ja, en dat zit ook in Evelyn Sullerol en Barbara Ehrenreich, geloof ik. Die hebben dat ook dus laten zien dat met de komst van het moderne kapitalisme, vanaf de 16e, 17e eeuw, dat dan ook heel veel vrouwen uit hun beroep verdreven worden. Ja, precies. Ja. Vrouwen hadden allerlei beroepen en verdienen hun eigen inkomen. En dat eigenlijk dat idee, en dit gebeurt natuurlijk ook in de medische wereld. Ja. Precies, dus dat is eigenlijk ook precies dat is met vroedvrouwen gebeurd. Dus eerst moesten ze zich registreren en werden een soort disciplinerende maatregelen gegeven. En toen daarna zijn ze dus wat meer eruit gewerkt. En je ziet ook bijvoorbeeld kennis over abortus en anticonceptie is dus echt heel erg minder geworden. Gewoon bij de normale mensen zelf. Dan het bijvoorbeeld in de middeleeuwen was. Dus dat is ook interessant. We denken altijd dat we meer kennis krijgen. Ja. Maar dat is dus niet per se waar. Ook de leeftijd waarop bijvoorbeeld vrouwen kinderen kregen en hoeveel kinderen ze kregen, was meer in de moderne tijd dan in de middeleeuwen. Wat meer wat? Meer vroeger en meer kinderen. Ja, dus blijkbaar in de middeleeuwen is een periode geweest waarin mensen dat beter konden reguleren dan dus in die vroeg moderne tijd van het kapitalisme. Omdat, En hoe deden ze dat dan? Met kruiden en met waarschijnlijk kennis over cycli. En ook nu kan je natuurlijk ook zonder hormonen je cyclus enigszins reguleren. Ja. Of je vruchtbaarheid reguleren. Ja. Met kruiden die ook nu nog steeds gebruikt worden, maar dan in vormen van medicatie. Daar hebben we al eeuwenlang kennis over. Kun je die gewoon bij de dokter krijgen? Of moet je die via het illegale circuit bemachtigen? Dat soort nu? Kruiden. Ja. Je kunt zeker gewoon die kruiden verbouwen. Ja. Dat kan natuurlijk. Maar dat kun je, die kennis valt nog wel ergens te vinden. Zeker, zeker. Niet meer gemeengoed. Ja, er zijn heel veel zines, abortion zines, vooral in Amerika, waar ze dat soort kennis delen. Nu even naar je proefschrift. Want dat gaat over obstetrisch geweld. Of misschien kun je het zelf vertellen wat dat is en wat, waarom dat een thema is. Ja, obstetrisch geweld is dus eigenlijk geweld binnen de obstetrie. Dus dat wat ik net al even vertelde over die naam. Dat we zeggen dus in Nederland niet zozeer verloskundig geweld, omdat het echt geweld is dat voortkomt uit het obstetrisch instituut. Dus dat betekent niet dat verloskundigen geen obstetrisch geweld zouden doen of daar niet medeplichtig aan zouden zijn. Mm-hmm. Maar wel dat het een vorm van geweld is die niet voortkomt uit die traditionele verloskunde. Omdat het echt te maken heeft met dat grip willen krijgen over de foetus. Mm-hmm. Het soort van willen redden van de baby. En het toe-eigenen van het lichaam van de zwangere als iemand die niet zelf weet hoe ze kan baren. Of als iemand die passief is en de hulp van de dokter nodig heeft. Dus daarom zeggen we obstetrisch. Ja, want geweld, is het iets waarvoor je een straf zou kunnen krijgen? Of hoe moet ik me dat geweld voorstellen? Mm-hmm. Of is dat meer overdrachtelijk bedoeld?
Ja, nou, ik denk zelf, er zijn wel mensen bezig om hier echt een juridische zaak van te maken. In een aantal landen in Latijns-Amerika staat het ook in de wet als een vorm van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Dus in die zin zou je dat strafrechtelijk kunnen aangaan. Ik denk zelf ik geloof niet zo in die zin, ook niet in de gevangenis of in dit soort procedures. Ja. Dus ik denk zelf dat een geen goede manier is van dit oplossen, omdat het nog meer een soort nog grotere angstcultuur. Maar misschien kun je voorbeelden noemen wanneer er sprake is van dit soort geweld. Zeker. Het gaat eigenlijk over het toe-eigenen van het lichaam van degene die aan het bevallen is, zonder dat diegene dat daar toestemming voor heeft gegeven. Dus bijvoorbeeld het doen van inwendig onderzoek. Zonder dat iemand daar ja voor op heeft gezegd. Of misschien heeft iemand wel ja gezegd, maar voel je dat het nee is geworden, maar ga je toch door? Mm-hmm. Soms zeggen mensen echt heel duidelijk nee, maar wordt er doorgegaan. Soms willen mensen geen vaginaal onderzoek, maar moeten ze het hebben, omdat ze anders geen pijnstilling kunnen krijgen. Dus er zijn soort van, en dat is natuurlijk een heel intiem gebied, hè? Mm-hmm. Voor mensen. Veel mensen hebben ook seksueel geweld meegemaakt, dat weten we lang niet altijd. We gaan daar op een vrij, we gaan daar op een manier mee om, mm-hmm. Die niet genoeg oog heeft eigenlijk voor de ervaring van vrouwen en voor hun lichaam. En zijn dit uitzonderingen of is dit een praktijk? Wat je me vertelt. Ik zou zeggen. Ik begreep uit in zo'n artikel ook dat bijvoorbeeld veel vrouwen overkomt dat ze een knip krijgen tijdens de bevalling zonder dat ze toestemming hebben gegeven. Dat is ook een voorbeeld volgens mij. Ja, dus blijkbaar heeft 40, dat blijkt uit onderzoek, 40% van de mensen die een knip hebben gekregen, die hebben daar geen toestemming voor gegeven. En we zien van de mensen die expliciet nee hebben gezegd, mm-hmm. van die groep heeft 25% alsnog een knip gekregen. En dat zijn natuurlijk best wel grove schendingen van mm-hmm. lichamelijke integriteit. Mm-hmm. Waar we die denk ik zodanig genormaliseerd zijn dat we dat bijna niet kunnen herkennen als een vorm van geweld. Omdat er altijd wordt gezegd, ja, maar het was vast nodig. Of er was voor het goede doel, nood breekt wet. Ja, precies, ja. En dat, hè, dat kan natuurlijk, dat het soms nodig mm-hmm. is. Maar eigenlijk is het dus zo, als we het hebben over het artikel waar je mee begon, van dat ook als het nodig is om het leven van de baby te redden, heb je gewoon nog steeds toestemming nodig van degene die baart. En het probleem, en vaak wordt dat dan aangehaald. Ja, maar wat als iemand nee blijft zeggen, terwijl we zeker weten dat het nodig is? Alleen voor haar best wil, moet je het dan doen. Precies. En dat is iets wat wel, en dat is een beetje, dat is zo'n soort sterk verhaal wat altijd maar ter sprake komt, maar wat eigenlijk in de praktijk zeer weinig het geval is. Dus er zijn echt ook weinig mensen die helemaal soort van tot het uiterste willen gaan in het nee zeggen. Dus in mijn ervaring is er vaak gewoon genoeg ruimte voor een gesprek, voor informatieuitwisseling. Maar doen we weinig ons best om die ruimte te gebruiken of te creëren. Dus ik zou zeggen, als het vraagt of het de norm of de uitzondering is, ik denk eigenlijk, ook al gaat het wel, ik zie ook verandering en het gaat ook beter. Maar ik denk dat het op dit moment toch nog de norm is. Dat wij soort van weten wat er moet gebeuren in termen van inwendig onderzoek en knippen en dat soort dingen. En dat het toch eerder uitzondering is als we echt proberen te begrijpen of echt proberen ruimte te maken voor een ander, voor iemand met andere wensen of iemand met een ander bevalplan. En hoe komt het dat dit mogelijk is? Dus je geeft de argumenten die artsen zullen gebruiken van het was toch nodig om nu te doen. Maar hoe kan het dat dit dus gebeurt? Die overschrijding van zelfbeschikking. Nou ja, ik denk dus waar we het net over hadden, door eigenlijk nu een eeuwenlange tendens waarin we eigenlijk al heel lang bezig zijn met het disciplineren van vrouwenlichamen ten behoeve van de baby. We hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden zijn we pas uit het soort nucleaire gezin gebroken, waarin het leven van vrouwen toch vooral ging om het voortbrengen van gezonde kinderen. Dus het zou ook heel
bijzonder zijn als we dat nu ineens helemaal los zouden kunnen laten. Het is echt voor veel mensen, en dat voel ik ook zelf als zorgverlener, van je voelt een heel grote verantwoordelijkheid, ook voor de baby. Dus het is voor veel mensen een soort radicaal idee dat we het zelfbeschikkingsrecht van de moeder in ten tijde van de bevalling op één zouden zetten. En niet de veiligheid. Ja, ja, dat botst dan. Dat wordt als een dilemma gevoeld. Zeker, ja. Ja. En dat is het natuurlijk ook in deze tijd. In die zin dat het is ook... Hè, we leven in een cultuur waarin de norm is dat je zorgt dat je moeder en kind veilig uit deze omstandigheden haalt. Dus als je dat dan niet lukt, omdat je eigenlijk te goed hebt geluisterd naar een moeder, bijvoorbeeld, dan is dat ingewikkeld. Of wordt dat toch ook gezien als een soort vorm van persoonlijk falen? De arts heeft gefaald om te veel aandacht of te veel nadruk op het belang van de moeder te leggen. Nou, nee, het falen zit er dan in dat het... Stel, ik was bijvoorbeeld laatst bij een interessante casus was er. En eigenlijk had een gynaecoloog heel goed naar de moeder geluisterd. En die moeder was dus ook heel blij geweest met de zorg. Maar de baby was overleden. En dat gegeven, en die gynaecoloog baalde er daarna van, of die zag het wel echt als een soort persoonlijk falen, dat het haar niet was gelukt om die moeder te bewegen tot iets anders om het leven van de baby te redden. Dus dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, want dit gebeurt niet vaak. Maar daar zat die gynaecoloog dus heel erg mee. En dat is interessant, denk ik. Omdat de moeder, die was natuurlijk heel erg verdrietig over alles wat er was gebeurd. Maar die stond wel achter haar keuzes. En die was heel erg blij dat de zorgverlener haar serieus had genomen. Dus, nou ja, dat zijn denk ik... Het zijn ingewikkelde ethische discussies. En iets waar we, nou ja... Ja, ik denk weinig ruimte voor hebben. Ik denk dat het heel knap is van de gynaecoloog dat ze dit zo heeft gedaan. Maar zij ziet dat dus niet zo. Kun je zeggen, dat is heel moeilijk in deze korte tijd die we hebben, maar waar je proefschrift mee... waar dit thema centraal staat, maar waar het mee eindigt. Dus wat je conclusie is. Ja, zeker. Het gaat dus... over het probleem van obstetrisch geweld. En in het proefschrift zie ik dat probleem dus heel erg als niet iets wat eigenlijk individuele artsen of verloskundigen doen, maar echt als een institutioneel probleem. En als een institutioneel probleem dat eigenlijk zo gegroeid is door waar het instituut vandaan komt, dus uit de moderne tijd, met een geschiedenis van heksenjachten, van slavernij, waar veel experimenten zijn gedaan tot slaafgemaakte vrouwen, wat ook echt het begin is van het instituut. En waarvan eigenlijk die problemen van soort racisme en onderdrukking en geweld zo fundamenteel ingebakken zitten, dat het niet zo makkelijk is om dat instituut te veranderen. Mm-hmm. Zeker niet in tijden zoals deze, waar we eigenlijk, waar er steeds minder geld naar of niet genoeg geld naar zorg gaat, waar we grote capaciteitsproblemen hebben, waarin dat instituut al moeite genoeg heeft om zichzelf draaiende te houden. En ik heb gekeken in mijn proefschrift naar mensen die het eigenlijk anders doen. Dus mensen die een andere manier vinden om te gaan met zwangerschap of met abortus. En dat meer buiten het instituut doen. Dus bijvoorbeeld een beweging als de geboortebeweging. Dat is eigenlijk een groep van vrouwen en vroedvrouwen en ouders die spreken over rechten in de zorg, rechten in de geboortezorg, alternatieve vormen van zorg. Ze hebben een telefoon die 24/7 beschikbaar is. En die geboortebeweging, dat zit gewoon hier in Nederland. Ja, die kun je vinden op Facebook. Grote actieve Facebookgroepen hebben ze. En die kun je dus ook bellen 24/7. Dan krijg je een vroedvrouw aan de lijn als je bijvoorbeeld in een situatie bent, waarin je niet helemaal weet of je het medisch advies dat je hebt gekregen kan vertrouwen. Daar is ook een soort netwerk van meer alternatieve verloskundige praktijken aangericht. Die echt staan voor hun visie dat ze vrouwen serieus nemen en zo ver mogelijk met hun mee proberen te denken en te bewegen.
En aan de andere kant ook meer over abortus. Er is Abortusnetwerk Amsterdam. Mm-hmm. Dat is deel van een abortusnetwerk in Europa, Abortion Without Borders. En wij zijn eigenlijk vooral bezig met het helpen van mensen in Polen die daar eigenlijk geen abortus meer kunnen krijgen, om die ergens anders in Europa wel een abortus te geven of bijvoorbeeld pillen toe te sturen. En je ziet dat dat dus allebei een soort van buitenstitutionele of misschien wel anti-institutionele soort van netwerken van wat ik dan noem radicale zorg zijn. En ik denk dat we die netwerken veel minder moeten zien als een soort van pleister op de wond in tijden van crisis, maar meer als de oplossing voor de crisis die we hebben in de zorg zelf. Dus als je naar die netwerken kijkt, dan zie je dat zij eigenlijk heel goed zijn in het leveren van zorg waar mensen gerespecteerd worden, goede uitkomsten hebben. In plaats van iets marginaals zie je het als een begin van het nieuwe. Precies, ja, inderdaad. Ja. En dat een beweging van onderop eigenlijk, zich niet helemaal verlaat op de macht van het medisch bolwerk. Ja, precies, een beweging van onderop en dus ook een soort broedplaats van kennis en andere manieren van zorgverlenen, van nadenken over de zorg. En dus ook als dingen waar we veel meer mee zouden kunnen. Nu zien we het vaak als een soort van alternatief totdat het instituut genoeg veranderd is. Mm-hmm. Totdat ze ook in het instituut echt goed shared decision making kunnen doen. En dan hebben we die alternatieve netwerken niet meer nodig. Maar ik denk dat je ze dan tekort doet. Dus ik denk eigenlijk ligt de oplossing in die alternatieve netwerken. En moeten we veel meer die kant op. Ja, het interessante is dat de geboorte en ook abortus allebei daar op de agenda staan, mm-hmm. die beweging. Omdat ik denk dat veel mensen dat als tegengestelde zullen zien. Het afbreken of het juist het geboren laten worden van een zwangerschap doorgang laten vinden. Is dat niet een tegenstelling? Of zit dat in elkaars verlengde? Zeker, ja. Tenminste, dit zijn twee verschillende netwerken, maar wat deze netwerken verbindt is eigenlijk dat ze dus staan voor autonomie en zelfbeschikking. Dus daar gaat het om. En ja, ik denk dat precies in elkaars verlengde ligt, omdat het gaat er dus om dat je autonoom bent over je eigen lichaam en over je vruchtbaarheid en over je reproductieve capaciteiten. En dat geldt zowel ervoor als je ongewenst zwanger bent als tijdens je bevalling. Ja, dus dat artikel 11 is daar weer primair. Ja. Het eerste artikel wat jullie schreven, of was het de tweede, in het NRC, dat heette twijfelen aan de pil is helemaal niet verkeerd. Mm-hmm. Maar die pil, dat is toch juist dat is het middel wat vrouwen bevrijdt in de jaren 60. En wat ook een aanzet gaf tot de seksuele revolutie. Als vrouw was je niet meer veroordeeld tot het krijgen van kinderen en kon je zelf bepalen wanneer je ging werken en hoe lang je en hoeveel je ging werken enzovoort. Dus waarom is dat niet een heel reactionair idee om die pil? Dus er is een beweging, mm-hmm. dat beschrijven jullie ook in het artikel, waarin waar een groep vrouwen ook dus die anticonceptie probeert daaraan te ontkomen. Wellnessrecht noemden jullie het. En tegelijkertijd neemt het aantal abortussen iets toe. Mm-hmm. Misschien kun je zelf vertellen wat het betoog was. Het is eigenlijk misschien voor veel mensen een schokkend idee dat de pil juist niet zo feministisch is. Mm-hmm. Nou ja, kijk, dat is weer hetzelfde denk ik met technologie of met de natuur of weet je, dingen zijn niet inherent feministisch of niet feministisch of onderdrukkend of onderdruk of niet onderdrukkend. Mm-hmm. Zeker denk ik technologie of natuur niet. Het gaat er precies om hoe je beide dingen inzet en wat voor, hoe je die ziet in de maatschappij en hoe je ze ook op elkaar afstemt. Dus het idee is natuurlijk de pil, mooie uitvinding, fantastisch. Zeker voor mensen die willen gebruiken. Maar het mag niet zo zijn dat de pil een soort nieuwe norm wordt voor vrouwen. Want dan zijn we precies hetzelfde aan het doen. Weet je, eerst mag je geen anticonceptie gebruiken, want dan moet je heel veel kinderen krijgen. En vervolgens
mag je niet te veel kinderen krijgen. En zeker niet te vroeg. En zeker geen abortus doen. En moet je je hele leven de pil slikken. En zo, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat erom dat we echt gaan staan voor zelfbeschikking. Mm-hmm. Dus dat iemand echt zelf mag bepalen of ze de pil wil slikken. Of bijvoorbeeld een abortus wil. Of een iets groter risico neemt op een ongewenste zwangerschap. Of dat risico echt wil minimaliseren. Maar het interessante is bij een soort van de norm van het slikken van de pil. Daar zit eigenlijk nog steeds die oude, dat oude uit elkaar trekken van zwangerschap en een mogelijk kind in. En ook nog steeds die prioriteit geven aan dat kind. Omdat het onderliggende idee daarvan is dat een ongewenste zwangerschap en een abortus heel erg is. En in Nederland zijn de meeste abortussen die zijn zo rond 6-7 weken. Dus dat is heel vroeg. Dat zouden ze vroeger altijd gewoon het weer opwekken van de maanstonden genoemd hebben. En nooit een abortus. Maar ik ben met je eens dat dat een algemeen idee is. Maar zit daar dan niet een kern van waarheid in? Veel mensen zullen zeggen dat een abortus het doden van een vrucht is. Mm-hmm. En daarom slecht. Ja. En precies. Hoe dan ook te vermijden. Ja, maar dan wordt het dan, ja, ik ben het er nou niet mee eens, maar stel ja. Dat denk je, dan wordt het dus je morele plicht als vrouw om er eigenlijk alles aan te doen om dat te voorkomen. En de vraag is of we dat van mensen kunnen verwachten, want ook die abortus speelt zich in jouw lichaam af. Mm-hmm. En of het een reële vraag is op het moment dat je dus hormoon of de pil hebt waar toch zoveel mensen van zeggen dat ze daar last van hebben. Kun je dan echt van mensen vragen om dat te doen, allemaal om zo'n abortus te voorkomen? Ik denk persoonlijk, bij abortussen waar we over het hebben, mm-hmm. zijn we dus... Abortus is iets heel groots geworden. Dus het lijkt, en dat is wat Trudy mooi zegt, het was eerst een ei, toen was het een foetus, nu is het een baby. Nu is het eigenlijk al vanaf de eerste positieve zwangerschapstest. Een baby, En dat is eigenlijk nog voor die echo. Dus we hebben nog niet eens die echo gezien. We zijn er eigenlijk nog voor en dan is het al een baby. En we doen alsof dat vruchtbeginsel al af is eigenlijk. Precies. Een leven is. Ja. Een zelfstandig leven. Ja. En dat is natuurlijk niet waar. En er zijn, we hebben bijvoorbeeld miskramen. Dus heel veel mensen hebben miskramen. Dat is gewoon een heel normaal, natuurlijk verschijnsel. Soms heel verdrietig, maar wel normaal. Mm-hmm. En een miskraam is ongeveer rond dezelfde tijd als de meeste abortussen in Nederland. Dus de vraag is echt heel erg waar we het nou precies over hebben. En als je het bijvoorbeeld hebt over hormonen of zo, mm-hmm. dan is de hormonen die zitten in de abortuspil, dat zijn er een stuk, of dat is een stuk tijdelijker dan als je dat één keer gebruikt, dan als je bijvoorbeeld heel erg lang de pil slikt. Dus dat heeft best veel impact op je leven, op je cyclus. Sommige mm-hmm. mensen hebben er helemaal geen last van, dus ik wil niet zeggen dat verkeerd is. Maar wel dat echt een eigen beslissing mag zijn. En dat het niet een soort ethische plicht moet worden. Van vrouwen om de pil te slikken tijdens een hele vruchtbare leven. Ja. Er zijn namelijk ook nog, allemaal, het is niet alsof je als je de pil niet slikt, dat je dan de hele tijd zwanger wordt. Er zijn natuurlijk allemaal andere manieren om dat te beperken. Maar die zijn iets risicovoller dan de pil, omdat de pil bijna... Ja, 100%. Want Trudy stelde voor om een allround pil te gaan gebruiken. Mm-hmm. Hoe heet dat ook weer? Mifepriston? Mm-hmm. Is dat ook een hormonaal middel? Mm-hmm. Ja, dat is ook een hormonaal middel. Maar dat is een heel mooie interventie. Hè, omdat het eigenlijk de scheiding tussen wanneer je zwanger bent of niet zwanger bent een beetje opheft. In die zin dat je die pil dan zou gebruiken als anticonceptie. Maar je kan hem ook net als een soort als abortus of als een soort morning after pil gebruiken. En je hoeft hem niet voortdurend te gebruiken, maar één of twee keer per maand, begreep ik. Precies, als je seksueel contact hebt. Ja, ja. En het is eigenlijk, we hebben nu natuurlijk ook de morning after pil. Dat is ook al een soort vorm van nabehoeden. Dus dit zou een beetje die grens tussen voorbehoeden en nabehoeden, wat je kan over abortus denken als een vorm van nabehoeden, mm-hmm. Nog meer vervagen. Dus ja, ze zijn nu, Gunilla Kleiverda en Rebecca Gompert zijn ook bezig met een groot onderzoek hiernaar. Mm-hmm. Dus ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, dus jij deelt haar pleidooi, Trudy's pleidooi voor deze
allround beeld. Zeker, zeker. Okay, ja. Dat zou bevrijdender zijn, zeg maar. Ja, bedoel, dat zou gewoon weer, net als de pil natuurlijk wel een revolutionaire uitvinding was, zou dit weer zijn. En bijvoorbeeld de abortuspil is natuurlijk ook iets waar we heel blij mee zijn, omdat dat abortussen heel erg veilig maakt. Hè? Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heb je geen medische hulp nodig bij het nemen van een abortuspil in het eerste trimester. Dus dat is een heel iets wat je heel veilig en oké, gewoon zelf thuis kan doen. We zijn aan het eind. Misschien heb je nog een uitsmijter. Is er nog iets wat we niet aangeraakt hebben, wat je graag nog kwijt wil? Nee, ik denk meer misschien om het rond te maken nog van die abortuspil, waar het net even mee eindigde. Dat is dus iets wat vanaf begin volgend jaar naar de huisartsen gaat. Ook, die kunnen dat dan ook voorschrijven. Daar is best wel wat op te doen geweest. Oké, dat is inderdaad een vernieuwing nu. Ja, dat is een vernieuwing. En, omdat abortus in het wetboek van strafrecht staat, mag dat eigenlijk alleen maar in speciale klinieken worden voorgeschreven of op plekken met een vergunning. Maar nu mag het dus vanaf 1 januari 2025 ook naar de huisarts in de eerste lijn. Dus dat is fantastisch, want dan komt het veel dichter bij de mensen in de wijk. Oké, dus Trudy's oproep heeft geholpen. Trudy had er al een stuk over in de krant, zeker. Ja, maar dat is ook door veel werk van mensen als Peter Leuzink, een huisarts, is dat gelukt. En Corine Ellemeet, die heeft zich daarvoor ingezet. Oh ja, de oud-Kamerlid van GroenLinks. Ja. Maar nog steeds dus in handen van de arts. Het is niet vrij verkrijgbaar bij de drogist. Nee. Dus om het af te maken zou ik een pleidooi willen houden voor dat het ook bijvoorbeeld naar de vroedvrouw kan. Het liefst natuurlijk vrij verkrijgbaar bij de drogist. Maar het is eigenlijk jammer dat we als verloskundigen en als autonome beroepsgroep, die eigenlijk traditioneel ook heel erg betrokken zijn in het afbreken van zwangerschappen, ons niet harder hebben gemaakt om ook deze zorg op ons te nemen. Omdat we eigenlijk, omdat het zo goed past binnen wat wij doen. En ook past bij het werk en de begeleiding die we al bieden. Dus het zou mooi zijn als die abortuspil niet alleen naar de huisarts, maar eigenlijk ook gewoon naar de drogist kan. En dat abortus uit het wetboek van strafrecht gaat, zodat iedereen ook zelf kan beslissen, bij welke zorgverlener ze het liefste hun abortus willen doormaken. Dus dat misschien. Verder weet ik even niets meer. Nou, dat lijkt me een hele goede afsluiter. Ja. Rodante, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.